Dan di sini kita berada di hari terakhir. Tapi di mana dunia ni dah zamani? Tanpa siku ya, kita tidak akan lama. Dahulu zamani menikang musidafa. Terserah dunia ni tanah yang kita kusekana. Hey, beste kijkers van Elke Week Gaming en van Jos de Ruwe. Dit is een video over, het gaat om, je bent een soort van god en je moet land maken, zeg maar, een soort wereld. En dat doe je dus door allemaal land te maken en zo. Dan, kan je allemaal zeg maar land bouwen. Dat kan je gewoon via de zee. Kan je dat zo gewoon zo omhoog laten gaan. Dan heb je zo'n stuk land. En dan dan kan je het allemaal levend maken en zo. Je kan er bijvoorbeeld een woestijn van maken of een bos. Of bijvoorbeeld tropisch regenwoud of zo. Dat is wat jij wilt, zeg maar. Het is een sandbox game van Ubisoft. En hij is voor Windows is die en voor PlayStation Network en voor de Xbox 360. Is de best verkochte arcade game, zeg maar, voor de Xbox. Dus dat schijnt hij ook best goed te zijn. Hierzo ben ik ben ik niet een land aan het maken. En zoals je ziet is het een soort woestijnachtig. En je kan allemaal dingen opzetten. Bijvoorbeeld vulkaan en zo. Vulkaan kan je op je land zetten. En je kan zelfs een tsunami laten ontstaan. Het kan allemaal. Grote golven en zo. Dus ja, ik kan wel dingen laten overstromen. Wat nou echt leuk aan het spel is dat je, je begint gewoon met niks, zeg maar. Je moet gewoon echt gewoon een hele wereld maken. Dan kan je, bijvoorbeeld gewoon best wel, ook onrealistisch. Je kan bijvoorbeeld misschien wel vijf vulkanen naast elkaar zetten of zo. Dat kan allemaal. En zoals je ziet, zijn we nu in een soort woestijn, iets van gebergte aan het maken of zo. Ik weet niet wat het is. En nu nog meer. Allemaal water. Ja, later kan je het ook nog zeg maar mensen erop laten leven. Volgens mij. Maar meer weet ik eigenlijk niet over dit spel. Dit is niet van mij. Dit is van Jos. Dit heeft hij gemaakt, maar ik ga commentaar geven. En dan komt het ook op Elke Week Gaming en op Jos de Riel. En in de toekomst gaan we heel veel meer commentaries maken. Niet alleen over dit spel bijvoorbeeld. Maar echt allerlei games die jullie ook willen. Als er games zijn die jullie willen zien, dan moet je het gewoon zeggen. Dan maken we daar een gameplay van en een commentary. Dus als je even in de comments zet van wat je wilt zien. Wat voor gameplay je wilt zien. En waar je een commentary op wilt. Als je dat erbij zet, dan kunnen wij daar wel voor zorgen. Dus het is niet alleen niet alleen zeg maar van die bekende spellen. Zoals Call of Duty en Battlefield. Maar we hebben juist bewust voor de wat games gekozen die een beetje meer op de achtergrond zijn, zeg maar.
die niet echt zo heel populair zijn, maar toch wel gewoon, ja, toch mensen kennen hem wel, maar mensen spelen hem zeg maar niet heel erg veel, net zoals Call of Duty en zo. Dus ja, daar besteden wij ook extra aandacht aan. Oh, en nou zie ik dat je lava kan maken. Dat kan natuurlijk ook. Je kan niet alleen maar dat wat ik net heb opgenoemd kan je maken, maar ook lava dus. Kijk, dat gebeurt hier dus. Kijk, kan je vulkaan maken. Ik moet wel toegeven, het ziet er echt best wel mooi uit. Ik heb het zelf echt nooit gespeeld. Maar als ik het nu zie, dan zie ik wel dat het wel leuk lijkt eigenlijk. Ik weet trouwens ook niet of het, ik denk al dat het wel zeer verslavend werkt. Want zoals je ziet kan je echt gewoon alles bouwen. Kijk, je hebt nu al een compleet eiland heb je nu. En net had je nog maar echt zo'n heel klein stukje grond. En nu heb je gewoon een vulkaan met een twee stukken land heb je daar. Eigenlijk drie, maar dat is onderdeel van de vulkaan. Kijk wat er nu gebeurt. Het lijkt dat hij water of zo op gaat gooien. Zo'n waterbal of zo, ik weet het niet. Wat zit hij allemaal aan doen? Nou, ik weet het niet. Nou ja, het ziet er wel mooi uit. Dat kan ik wel over zeggen. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen, want ja. Ik heb hem nooit gespeeld. Ook weet het al, de vulkaan staat opdrogen. Nou is het zeg maar een stuk steen. Zoals je ziet. Dat ziet er wel mooi uit. Maar binnenkort gaan we nog meer commentaries maken, dus. Dit is zeg maar. Onze eerste commentary in samenwerking met Jos de Riel. Ik denk deze video zou zowel op Jos de Riel's channel komen als op Elke Week Gaming. Komt op allebei. En wij gaan zo door met dit. Wij gaan nog meer dingen doen en zo. Commentaries. Dus ja, als jullie aangeven welke games jullie willen zien, dan is het altijd al verteld, maar. En kijk, hier kan je mannetjes op laten lopen. Zoals je nu ziet. Even kijken, man. Wat gaat hij allemaal doen? Hij gaat nog meer land maken. Ja, ik vind het wel eerlijk gezegd wel moeilijk om zomaar een commentaar te maken zeg maar over een spel die ik niet zo goed ken zeg maar. Dus dat is best wel nieuw voor mij. Dus je moet niet gelijk gaan haten en zo. En die ga ik denken van ja, waarom maakt hij dan een commentaar als hij helemaal niks van weet. Nou, dat is gewoon omdat ik ken het spel niet zeg maar. Ik heb even snel gekeken wat het was en zo. En dus dit uitgekomen. Dus vooral niet gaan niet gaan haten ofzo, want meer eerste commentary met de Jos de Riel samenwerking. Dus ja. En natuurlijk morgen komt er weer een update video voor jullie op de op Elke Week Gaming. En ik zou de link van Elke Week Gaming YouTube channel wel in de description zetten. En oftewel als je hem op Elke Week Gaming kijkt, dat hij op een link gaat naar Jos de Riel. Ja, wie dit filmpje heeft gemaakt. En nou gaat hij de vulkaan weer droog maken. Nou ja, ik denk dat we een beetje,
op het punt zijn om deze commentary af te sluiten. Dit spel kan eindeloos doorgaan. Ik denk wel dat je echt heel veel uurtjes hierin kan stoppen, want het is echt oneindig, denk ik. Ik denk dat je echt zoveel land kan maken, hè, dat je het gewoon zelf niet meer weet wat je hebt gemaakt. Ik denk gewoon, kan echt gewoon, ja, letterlijk misschien wel heel de wereld gewoon, ja, maken. Maar dat zou echt heel veel tijd kosten. Daar ben ik al vrijwel zeker van. Dus dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant hebben gevonden van wat deze game nou eigenlijk is, zeg maar. Van wat From Dust is. Ja, er zit geen online functie in. Het is enkel single player sandbox, zeg maar. Dus bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En duimpje omlaag als je het een wat minder leuke video vond. Oké, later. Bedankt voor het kijken.